Nathan, welkom bij FC Twente. Dank je. Hoe moeten we je naam eigenlijk uitspreken? Natangelo. Natangelo. Ja. Hoe voelt het om hier voor het eerst in het stadion te zijn? Ik ben nog nooit eerder geweest in het stadion. Dus ik was erg onder de indruk van dit mooie plek. Het gaf me een goed gevoel. En een gevoel dat ik echt wil starten hier. Dus ja. Ik krijg zin om te spelen. Zeker. Ja, ik kan me omschrijven als een fysiek sterke voetballer die rust in het spel kan brengen. Vooral dat, ja. Ik kan rechtsback, centrale verdedigen en als 6 uit de benen. Dus, en voor welke positie ben je gehaald bij FC Twente? Voor rechtsback. Waarom is het FC Twente eigenlijk geworden? Nou, ten eerste had FC Twente een goed plan met mij. Ik had met hun gesproken en het plan was gewoon goed. En ik heb een jongere broertje, Janoa Markelo, die hier voetbalt. En ik heb hem ook om advies gevraagd hoe het zeg maar, hier is binnen de club. En hij had eigenlijk alleen maar positieve verhalen hierover. Dus toen was de keuze erg makkelijk voor mij om hierin naartoe te komen. Ja, ik ken een aantal spelers uit 1 op dit moment. Ja. Zoals Gottfried, Gijs Smal, Kik Piri nu. En ik ken ook vorige spelers zoals Noah Lang, heb ik ook even mee gesproken. Wat zei hij? Hij zei ook dat het echt een mooie club is, waar ik met echt geweldige supporters. En ja, dat is wat je nodig hebt als voetballer. Dus mijn doel met Twente is om zoveel mogelijk minuten te maken in de Eredivisie. En als team hoop ik dat we in het linker rijtje blijven dit seizoen. Mooi doel. Ja, dankjewel. Zeker. Veel succes. Dankjewel.